Dag mensen, vandaag stond ik op en dacht ik... Ik heb zin om het beste programma van de wereld te kijken. First Dates 2.0, oftewel Lang Leve de Liefde. Dus gaan we dat vandaag doen. Vorige week keek ik de allereerste aflevering van mijn leven. Dat vond ik fantastisch. Ze gingen tongen, dat was fucking goor. Maar ze werden ook verliefd. Drie? Goed, we gaan er vandaag weer eentje kijken. Ik denk dat we die sneller doorheen gaan. Misschien kunnen we er twee kijken. Want jullie hadden allemaal suggesties en er waren al een oude. Maar ik wil ook een nieuwe kijken. Laten we beginnen met gewoon intypen. Lang Leve de Liefde. Bam, 19 uur geleden. Titel, Henk heeft oogje. Nu al. Op de vriendin van zijn date. Wat? Verdomme. Dit klinkt kut. En daarom heb ik heel veel zin in. Ik ga een knuffel geven. Hoi, Rebecca. Hey Rebecca. Gezellig dat ja, je er toch? Bent. Ik heb een beetje zin in. Ja, op zich wel. Jij? We gaan het gewoon gezellig Ik gooi maken. Mezelf wel een beetje in diepe nu. Twee knappe mensen. Een goede voorstelronde. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben vorige week 23 geworden. Maar ik voel me niet 23. Weet je, het lang leven lol is hartstikke leuk. Maar weet je wat nog veel leuker is? Lang leven de liefde. Oké, verder was het begingesprek een beetje saai. Maar we gaan het opspijzen. Want we gaan naar de volgende scène. En dat is in de slaapkamer. Kan niet verkeerd gaan. Maar welke kant wil jij? Gaan we samen? Linkerkant. Ja, is goed, joh. Ik ga me niet aanraken. Ik lig hier. Mag jij daar? Nee, dat wil ik niet. Ik ga niet bij de deur. Hoezo niet? Dat vind ik gewoon niet chill. Kijk, ik wil niet generaliseren, hè, maar ga ik wel doen. Waarom doen vrouwen dat? Waarom? Zeg dan, want ze vroeg welke kant. Ze zei, hé, welke kant? Oh, links? Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Ja, dat is toch een strikvraag? Ben je dom of zo? Gelukkig gaan ze het heel volwassen oplossen met... Oké, we doen steenpapier, schaar, verlies moet je bij de deur. Nee. Jawel. Ik verlies altijd met gokspelletjes. Nou, we gaan proberen. Oké. Steenpapier, schaar. Oké, we liggen daar. Ga jij bij de deur. Steenpapier, schaar, inderdaad. Weet je, zij doen me een beetje denken, of haar stem doen me denken aan Joan van Love Island. Verder niks hiermee te maken, maar... Ik ben even met een vriendinnetje aan het appen. Wel, oké. Oranje haar. Gel, ginger. Hoe is dit het eerste wat je zegt? Wacht, ik voeg nog wat toe. Wel handig voor Koningsdag, lol. Weet ik veel, joh. Ik doe ook maar wat. Voel at the moment nog geen fysieke aantrekkingskracht. Hoe groot denk je dat ze piemel is? Klein. Fuck off. Dit is niet hoe vrouwen gesprekken voeren. Dit is toch niet echt? Dit hebben ze toch niet echt naar elkaar? Het enige wat Mirjam nog heeft gezegd is... Geile ginger. Hoe groot denk je dat ze piemel is? Laat zien hoe je vriendje eruit ziet. Dat hij niet per ongeluk dat gesprek over zijn piemel opent. Dat zou ik stuk gaan. Dat hij staat... Waarom denk je dat mijn piemel klein is? Omdat ik rood haar heb. Is dat het? Serieus? En ja, mijn schaamhaar is ook rood. Nou goed, we gaan kijken wat hij van haar vindt. Ze is trouwens fucking knap. Echt, kijk dan, fucking knap. Maakt niks uit, want dat mag hij niet zeggen. Hij moet niks zeggen over die vriendin, over de uiterlijk of... Die mag er wel wezen. God damn it. Ja, einde date. Vorige week zei ze trouwens nog dit in de video. Je vrienden zijn langs geweest. Ja. En toen dacht ik ook wel, ja, jij bent wel de leukste. En het klopt gewoon. Mensen kijken naar vrienden en vriendinnen. Ja, maar bij deze begrijp ik het. Zeg jij dat nou over mijn vriendin? Ze mag het toch gewoon weten? Oké, ze wil even een video willen. Vind je dat goed als ik dat doe? Oh, shit. Het hielp gewoon. Nice! Ze is nu helemaal into de geile ginger met de kleine piemel. We hebben opeens verzonnen dat hij een kleine piemel heeft. Nou ja, uiteindelijk hadden ze het dus gewoon over die date en hij vindt haar dus helemaal sexy. En zij hoorde dat zo vanuit de gang. Wat goed is, want nu komt er veel meer spanning. Check maar. Wat zou jij nog altijd willen proberen in bed? Even denken hoor. Trio denk ik wel? Fuck yes! Yes! Dat is echt precies wat hij wilde horen. Kijk maar, kijk zijn gezicht. Zijn gezicht is helemaal verdwenen nu al in twee poesies. En die twee poesies in combinatie met zijn rode haar, een soort Garfield. Goed, perfect antwoord. Hoe nice. Echt? Ja? Zou je dat doen? Stel voor, wij zouden een relatie hebben en ik zou zeggen, yo, luister, ik zou heel graag een trio willen. En jij mocht kiezen of het een die het is. God damn it. Nee, maar, oh weet je, het is prima. Ginger, nee, wat is zijn naam eigenlijk? Weet ik niet. Beter iets dan niets. Je hebt gewoon een trio geregeld.
Met een guy erbij is ook lachen. Je hoeft helemaal niet aan hem te zitten of zo. Je hebt in ieder geval die trio in de pocket. Nou, daar discussiëren we nog even over. Nou, daar gaan we nog echt over discussiëren. Ik ga het niet met de vrouw. Ik ga het... Ja, ik ga het niet met de man doen. Ja, nee, nerd. Je had een trio geregeld. Je had een trio geregeld en nu heb je geen trio meer. What the fuck doe jij? Waarom doet trouwens zijn stem mij dan weer denken aan Thomas van de Vlucht? Moet je horen. Ik wil gewoon twee voorwerpen. Nee, ik zou het niet met een extra man doen. Oké, in een relatie, wat ik dan nog een keer zou willen doen. Ja. Ja. Dat vind ik moeilijk, want ik heb al wel veel gedaan. Wat heb je allemaal al gedaan? SM heb ik ook al een keer gedaan. Hij wordt ook langzaam verliefd. Kijk zijn hoofd. Kijk zijn hoofd. Of dit is zijn verbaasd gezicht. Dat hij, misschien weet hij niet wat SM betekent. Dat hij denkt dat het iets van scheikunde... SM. Is dat iets van scheikunde? Wat doe jij, drugs? Hoe ver ging dat? Ah, wij zijn best ver. Ja. En ja, gewoon vast mijn... Ja, godver. En nu ben ik weer verliefd op haar. Gaat lekker zo. Eerst laat ze ons verliefd worden op die vriendin, Mirjam. En nu op haar. Ze speelt spelletjes met ons, Ginger. Ik moet zijn naam even opzoeken. Sterker nog, ze speelt zo'n spelletje, hij wordt echt verliefd op haar. Hij droomt zelfs over haar. Het mocht helaas niet baten. Het was geen wederzijdse liefde. Zoveel liefde dat Ginger voor haar had, zo weinig aantrekkingskracht had zij voor hem. Het was denk ik zijn piemel toch echt. Wat zij zelf had verzonnen, maar goed. In ieder geval, ze gingen niet op date. En zo loopt soms het leven. Over aantrekkingskracht gesproken, de meest ingestuurde video door jullie is by far deze. Zo, dit zag Tineke niet aankomen na een zoom. Oké, de thumbnail ziet er in ieder geval cute uit. Het ziet er wel uit als aantrekkingskracht. Bij elkaar. Niet aan een vriendin genaamd Mirjamme, die mij echt heel erg moet bellen. Mijn zoon heeft mij opgegeven. Hij vindt dat ik te lang alleen ben. Gratis. GRATIS. Sorry. Ze heeft een cadeau bij, zie ik. Superleuk. Ik heb dan een hele goede band met mijn buurman. Is gewoon een hele goede vriend van mij. Mijn relatie zal het nooit worden, omdat het mijn type niet is. Het is een zigeuner. Maar dan moet zij ook een zigeuner zijn. Want ik ben opgegroeid 20 meter van de zigeunerkamp vandaan. En zigeuners wonen altijd bij elkaar. Altijd in een kamp. Maakt niet uit waar. Gewoon midden in de stad, kamp. Allemaal bomen eromheen, what the fuck. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen. En als zij dan de buurman is, dan moet zij ook een zigeuner zijn. Of niet. Misschien niet. Maar dat dacht ik. Bij zigeuners, dan is de vrouw is een poetsvrouw. Dan kan je de hele dag poetsen. Nou, ik dacht het niet. Nou, je hoeft dan in ieder geval niet meer die die stofborstel te kopen. Had een leuke grap kunnen zijn. Ik weet ook niet waarom ik aan het roosten ben. Ze klinkt ontzettend lief. Cool. Zie je er mooi uit. Dank je. Ja. Ook hetzelfde. Ja, dank je. Ja. Hij valt bijna uit elkaar. Ik heb wat meegenomen voor je. Ik doe het ook. Ja, mij ook. Ja. Leuk. Zijn deed van mijn eigen broer. Ja, mooi. Wat? Wacht. Het cadeau wat ze dus heeft meegenomen bestaat dus uit, ik denk, een zoete witte fles wijn. Hugo of zo. Borrelnootjes. En een cd van haar eigen broer. I fucking love it! Oké, nee, het gaat om de gedachte. Het gaat om de gedachte. Het gaat om het gebaar. Hey, maar wel leuk. Ja. Top. Dus, ja. Ja. Kan nog wel ook. Ja. Ja, ja. Gaat er weer over. Ach, wat een cutie. Ze is echt super zenuwachtig. Wat een leuke vrouw. Kut. Nu heb ik spijt van die stofborstelgrap. Ze heeft ontzettend mooi haar. Ik vind het echt mooi haar. Lekker retro. Ik heb geen idee wat retro betekent. Die Indiaan heeft voor mij betekenis. Ja? Mijn moeder heeft een snackbar gehad. Daar kwam altijd een Indiaanse man. Die is een half jaar geleden die doodgeschoten. Oh. Dat was zo een lieve man. Ja. Zodoende heb ik wat met Indianen. Ja. Nou, maakte niet echt de indruk erbij. Het is echt een goed verhaal ook. Het is echt een goed verhaal. Ze hadden het hier echt over kunnen hebben. Wat is dat voor gast? Luister eens, Joop. Die Indianenman, die is dus doodgeschoten in de snackbar van mijn moeder. Hoe begrijp je dat nou niet? Ze probeert het echt super erg. Deze man is echt ongelooflijk saai. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. We gaan hem denk ik niet worden, jongens. Ja, jij hoopt je gedaan stem uit. Ja, we zitten zo gezellig. Klopt. Top. Lekker.
Dat heb ik wel gemist. Ah, wat gebeurt hier? Wat, ze zijn net binnen. Die Indiaan, die staat pas net. Ze hebben geen eens gesproken. Ze hebben niks tegen elkaar gezegd. Hij heeft alleen een halve liter bier gepakt en... geen glas, gewoon een halve liter bier uit blik. Heerlijk. Heerlijk. Stop het! Stop deze shit! Dit is niet de reden waarom je zoon je heeft gestuurd. Om te gaan tongen na een paar minuten. Besef dat die zoon haar daar naartoe heeft gestuurd. En nu is ze gaan tongen. Dat is fucking grappig. Die zoon die gaat dus binnenkort zitten voor de televisie. Die pakt een borrelnootje erbij. Een cd van zijn oom op de achtergrond. Zet de televisie aan, Lang Leef de Liefde. Aflevering van zijn moeder. En ziet dan zijn eigen moeder tongen met een wildvreemde man. Wat hij heeft geregeld. Weet je, één ding is wel belangrijk. Het ijs is gebroken. Weet je, vanaf nu kan het alleen maar beter gaan. Misschien dat het nu gezellig gaat worden. Dat ze lekker gaan kletsen. Oké, dat nog niet. Maar de avond is nog jong. Er kan nog een hele hoop gebeuren. Ik ga het ding gewoon naar bed. Ja, ik ga naar bed. Oké, laat maar.